welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe make-up collectie testen. Ik ga vandaag de NYX Cosmetics X Sex Education collectie testen. Sex Education is een serie op Netflix die best wel bekend is. Heel veel mensen hebben hem gezien. Behalve ik, hij trekt me echt totaal niet aan. Ik hou niet van dat soort series, dus ik heb hem niet gekeken. En ben ook niet van plan om hem te gaan bekijken. Maar ik dacht, ik wil de collectie alsnog gaan reviewen, omdat ik weet dat heel veel van jullie hem wel kijken. De collectie stond echt net op Douglas en ik heb hem gewoon gelijk besteld. Nu onderhand is hij ook al te bestellen bij Boozy Shop. Het is echt een super kleurrijke collectie. Een aantal producten zijn echt nieuwe producten en een aantal zijn al bestaande producten, maar dan gewoon in een nieuw jasje. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd naar deze collectie. Ik hoop jullie ook. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, ik heb de hele collectie hier. Kijk even hoe kleurrijk alles is. We hebben fixing spray, lip gloss, wenkbrauwgel, oogschaduw, primer, echt van alles. En ik ga vandaag beginnen met de wenkbrauwen. Ik heb hier de NYX X Sex Education Beat the Bush Brow Styler. Dit is een bestaande wenkbrauwgel. Deze is wel nieuw bij hun, maar hij was er al wel. En ze hebben hem nou gewoon in een nieuw jasje gestoken. Ik ben heel erg benieuwd naar dit product, want ik heb heel veel goede verhalen erover gehoord. Ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan, zoals je kunt zien. Maar ik heb nog geen wenkbrauwgel aangebracht. Ik vind de verpakking echt super cute. Er staat gewoon achterop, I don't do boyfriends. Wat is het dan wat je doet? Dit moet ervoor zorgen dat je haren goed op hun plek blijven. Het moet niet plakken en het is een transparante formule. Nou, ik ben zo benieuwd. Dit is dan hoe hij eruit ziet. Hij is echt best wel klein. Het ziet er letterlijk uit als lijm. Ik heb wel één video gezien van één persoon die vond hem niet fijn. Maar voor de rest is iedereen er happy mee. Dus laten we hem gewoon gaan proberen. Jongens, kijk even hoe klein die is. Oh my god, dit is zo cute. Oké, laten we ingaan met dit product. Borsteltje is echt super fijn. Hij gaat echt door al je haartjes. Dat is echt top. Jongens, I like it. Hij heeft mijn haartjes echt mooi zo'n beetje omhoog gekamd. Ik vind hem echt heel fijn. Hij is niet irritant plakkerig, maar hij heeft wel genoeg plak dat je wenkbrauwen gewoon goed op hun plek blijven. I like it. Ik denk dat ik dit wel fijn vind. Hij is wel echt super klein, dus ik denk wel dat hij echt snel opgaat. Er zit 5 gram in. Oké, dit vind ik op zich wel fijn. Dan gaan we verder met de gezichtsprimer. Dit is de NYX X Sex Education First Base Blurring Primer. Dit is dus een gezichtsprimer. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij hebben ze al zo'n gezichtsprimer. Primer. En hij is mat, dus ideaal voor mensen met een vettige huid. En hij is blurring, wat inhoudt dat hij je gezicht mooi egaal zou moeten maken. Ik ben heel erg benieuwd. Je kunt hem alleen gebruiken of onder een foundation. Ik ga hem gewoon vandaag gebruiken voor onder mijn make-up. Ik heb een normaal tot droge huid, dus ik hoop niet dat hij te mat gaat zijn voor mij. Dit is by the way een limited edition collectie. Dus als je iets wilt, sla het snel in. En de hele collectie is vegan en cruelty free. Ook fijn om te weten. Oké, nou laten we gewoon een beetje pakken. Wow. Hij is super korrelig. Oh my god, dit is raar. Oh, what the F. Alles is gewoon hier op mijn bureau gevallen. Kijk hoe korrelig dit is. Wat is dit? Ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Oh nee jongens, dit is echt helemaal niks. Hij maakt wel echt mat en hij heeft ook wel een beetje dat blurring effect. Maar het voelt echt niet fijn aan. Nee jongens, ik vind het helemaal niks. Het voelt super droog aan. Misschien dat als je een vettige huid hebt, je dit wel fijn zou vinden. Maar het heeft echt een beetje gewoon mijn huid uitgedroogd. En het voelt ook helemaal niet alsof het goed intrekt. Nee, ik vind dit maar echt een rare primer. Oké, dan ga ik nou eventjes stoppen met mijn gezicht en alles gewoon goed laten intrekken. En dan ga ik ondertussen beginnen aan mijn ogen. Dit is het NYX X Sex Education Magic Maker Shadow Palette. Dit is echt een super, super kleurrijk paletje. Het heeft 6 kleuren, waarvan er 3 mat zijn en 3 zijn glanzend. De 3 kleuren hier zijn mat en de 3 kleuren hier zijn glanzend. Het zijn wel echt een beetje random kleuren. Je kunt niet zo 1, 2, 3 zien wat je hiermee kunt doen. Het gaat ook niet echt geschikt zijn voor een everyday naturel look. Dit is meer om een beetje een heftige look te maken. En dat ga ik dan gewoon vandaag ook doen. Ik ben heel benieuwd naar de kwaliteit. Want dit is echt een heel random paletje. Hij is ook echt super goedkoop. Ja, heel apart dit paletje. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Maar we gaan er gewoon iets van maken. Dus laten we inzoomen op de ogen. Oh jongens, deze primer is er ook hier helemaal zo af aan het rollen. Wat is dit een vreselijk product. Ik ga eerst beginnen met het primen van mijn oogleden. Daarvoor gebruik ik mijn P. Louise base in de kleur Room 01. Dan ga ik beginnen met de paarse matte kleur hier. Ik ga een hele cut crease maken, dus hiermee ga ik de cut crease creëren. En ik druk het gewoon zo in mijn arcadeboog en dan maak ik de cut crease shape.
Dan ga ik in met de roze matte kleur. En met die roze kleur ga ik deze paarse kleur een beetje zottig van uitblenden. En dan pak ik een platte fluffy kwast en dan ga ik het echt heel goed uitblenden bij de randen, zodat alles smoky wordt. Dan pak ik weer mijn P. Louise base en dan ga ik de hele cut crease maken. Dan pak ik de groene matte kleur. En met die groene kleur ga ik een hele winged eyeliner maken. Wow, deze groene kleur is super gepigmenteerd. Kijk even dit, hij is gewoon helemaal droog. Ik heb hem niet eens nat gemaakt. Super, dit paletje is echt goed tot nu toe. I love it. Nou, ik heb nu echt letterlijk elke matte kleur gebruikt. Gewoon alle drie. En ik vind het echt amazing. I love it. Oké, wat ga ik nu doen? Ik ben maar gewoon iets aan het doen, hè, jongens. Terwijl ik gewoon opmaak, ben ik gewoon aan het bedenken wat ik ga doen. Ik vond dit wel super leuk eruit zien zo. Dan ga ik in met deze blauwe glanzende kleur. En ik weet niet of dit een fout gaat zijn, maar ik wil het toch gewoon doen. Ik ga met die blauwe glanzende kleur een lijn aanbrengen over de hele cut crease. We gaan zien hoe dit eruit gaat zien. Oh my god, dit is zo leuk! Oh, deze look wordt echt veel leuker dan dat ik had verwacht. De kwast die ik gebruik is, by the way, Soeva 317. Dit is echt de fijnste kwast voor dit soort secuur werk. Ik vind dit echt fantastisch. Oh my god, I love it. Ik ga heel eventjes snel mijn gezichtsmake-up doen en dan gaan we verder met de look. Oké, ik ben er weer. Mijn kat is maar hier aan het lastigvallen en hij wil gewoon niet weggaan. Ik heb hem al drie keer op de grond gegooid, maar hij blijft gewoon terugkomen. Je bent zo schattig! Altijd wanneer ik niks aan het doen ben, zie ik hem niet. En wanneer ik iets aan het doen ben, komt hij aandacht zoeken. Oké, in ieder geval, ik heb mijn hele gezichtsmake-up afgemaakt. Nou ga ik mijn ogen afmaken. Kijk, wat ga ik doen met de onderste wimperrand? Misschien maak ik die groen. Ik ga weer in met deze groene matte kleur. En dan ga ik die ook aanbrengen op de hele onderste wimperrand. Oké, hij is nou hier letterlijk op mijn bureau gewoon gaan zitten voor mijn neus. Dan ga ik in met deze oranje felle glanzende kleur. En alsof deze look nog niet kleurrijk genoeg is, ga ik met deze oranje kleur in hier in mijn binnenste ooghoek. Jongens, I love it. Deze look is zo goed gegaan. Dit paletje is echt heel erg goed. Goed gepigmenteerd, blendt goed mee. Ik heb er echt niks slechts over te zeggen. Dan ga ik nou eventjes mijn ogen helemaal afmaken. Mascara, nep, wimpertjes en zo. En dan gaan we verder met de twee laatste producten. Oké, mijn ogen zijn helemaal af. Ik ben echt heel blij met hoe het is gegaan. De nep wimpers die ik op heb zijn van W7 in de stijl Aphrodite Faux Mink Lashes. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb een groene oogpot, een loodje ook van NYX Cosmetics aangebracht op mijn onderste waterlijn. Dit is in de kleur Emerald Cut. En ik heb een groene mascara gebruikt voor mijn onderste wimpers, want dat vond ik wel leuk. Mijn hele gezichtsmake-up is ook al klaar. Nou gaan we verder met het volgende product en dat is voor de lippen. Dit is de NYX X Sex Education Juice Secret Lip Gloss. Deze lipglossjes bestaan al bij NYX Cosmetics, maar dit is dus in een nieuwe kleur speciaal voor deze collectie. De kleur heet Bit of Honey. Wow, de applicator is roze. Kijk dit jongens, de applicator is roze. Dat is wel echt heel erg leuk. Normaal is die gewoon wit. Dit is de kleur, echt prachtig. Het is een beetje een warme koraalachtige tint. Dus deze ga ik even aanbrengen. Ik ga hem wel combineren met een lippot loodje. Dit is een lippot loodje van Morphe in de kleur Coffee & Kissy. Dit is echt een prachtige kleur. Ik vind deze lipglossjes van NYX altijd zo fijn. Ik raad deze zeker aan. Hij heeft ook een super lekkere geur. I love it. Hij plakt ook helemaal niet. Kijk. Hij plakt helemaal niet. Geeft een hele mooie glans. En zo'n kleur staat echt met een heleboel huidskleurtjes. I love it. Als laatste fixing spray. Dit is de NYX X Sex Education Always On Top Matte Setting Spray. Dit is dus een matte setting spray dat je gezicht dus mat maakt en je make-up langer beter goed laat zitten. Deze spray bestaat al bij NYX. Ze hebben zowel een matte als een dewy versie. En allebei die fixing sprays zijn geweldig jongens. Ook de matte. Ondanks mijn droge huid vind ik de matte heel erg fijn. Hij maakt ook echt mat zonder uit te drogen. De dewy versie maakt ook echt glanzend. Ik vind die fixing sprays allebei geweldig. Dus ik weet nu al dat ik hem fijn ga vinden. Mijn gezicht is al zo mat en nou ga ik het nog matter maken. Nou jongens, dit is dan de hele make-up look met de collectie. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt super leuk. Vooral deze ooglook. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Dit paletje is echt, echt super, super goed. Ik weet, het is een beetje een random apart paletje. Maar als dit kleuren zijn die jou aanspreken, zou ik hem zeker halen. Vooral voor die super lage prijs. Het is zo goed gepigmenteerd. Blendt geweldig mee. Echt een heel goed paletje. Deze lipgloss is ook amazing. Alle hun glossjes zijn super fijn. Deze primer raad ik echt niet aan. Terwijl ik ook mijn gezichtsmake-up
make-up aan het doen was. Alles was er helemaal zo af aan het rollen hierdoor. Het is veel te uitdrogend. Ik vind echt helemaal niks. Deze wenkbrauwgel vind ik ook fijn. Heeft er echt voor gezorgd dat mijn haartjes goed op hun plek blijven. Het enige wat ik minder vind is dat het een beetje nattig blijft. Dat vind ik niet zo fijn. Ik vind het fijner als het opdroogt. En als laatste deze fixing spray ook amazing. Zowel de matte als de dewy versie. Ik heb jullie al gezegd net. Echt een super fijne spray. Maakt echt mat. I love it. Oh, nu besluit mijn kat weg te gaan. De hele tijd is ze me aan het lastigvallen. En nu ik klaar ben, besluit hij weg te gaan. Al met al is het dus echt een hele fijne collectie. Ik vind dat de look echt super mooi is geworden. Er was maar één product dat ik dus niet aanraad. Voor de rest vind ik het echt fijne producten. I love it. Laat me weten wat jij van de collectie vindt en van de make-up look. Kom lekker kletsen met mij beneden in de reacties. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!